Daar ben ik heel blij mee. Ik denk een mooie club, een van de grootste amateurclubs van Nederland. Dus ja, daar ben ik blij mee en trots op. Snap je dan ook dat er mensen zijn die dat eigenlijk niet snappen? Omdat ze natuurlijk nu derde divisie spelen en het nog maar de vraag is of ze volgend jaar in de tweede divisie spelen. Ja, dat snap ik wel. Alleen ik heb er goed over nagedacht. En ja, de ambitie van Spakenburg en mijn ambitie liggen ook bij de tweede divisie. En ik ben ervan overtuigd dat ze dit seizoen ook weer in de tweede divisie, dat ze daar weer naartoe gaan promoveren. Dus in dat opzicht maak ik me totaal geen zorgen daarover. En wat was voor jou dan echt de specifieke reden om die stap naar Spakenburg te maken? Ja, ik denk als Spakenburg dat hij altijd één jaar uit meedoet om het kampioenschap. En in de hoogste amateurafdeling, ja, dit jaar dan niet. Maar in de toekomst lijkt mij het wel, ambieer ik dat ook om daar bovenin mee te gaan doen. En landskampioen van Nederland te worden bij de amateurs. Ja, er zijn ook nog mensen die jou eerder de overstap hadden zien maken naar een Jupiler League ploeg. Is daar nog sprake van geweest? Ik hoor dat er links en rechts wel wat interesse is. Daar heb ik bepaalde afspraken over gemaakt met Spakenburg. En ja, in het voetbal weet je het nooit hoe het loopt. Maar ik ga ervan uit dat ik na dit seizoen 2 jaar bij Spakenburg speel. Met heel veel plezier en daar heb ik heel veel zin in. Maar wat ik zeg, in het voetbal weet je het nooit. Ja, je zegt dat je afspraken hebt gemaakt met Spakenburg. Waar moeten we dan aan denken? Ja, dat is iets tussen mij en Spakenburg. Dat zien we dan wel weer. Maar gaat het over doorverkoopclausules of dat soort fratsen? Ja, dat soort dingen inderdaad. Ja. Maar dat is iets tussen mij en Spakenburg. En daar hebben we van beide kanten hebben daar goed over nagedacht. Maar nogmaals, ik ga ervan uit dat ik gewoon na dit seizoen 2 jaar voor Spakenburg ga spelen. Ja, nou lezen we dat er ook gesprekken zijn geweest tussen jou en de IJsselmeervogels. Ben je niet bang dat het een beetje kwaad bloed heeft gezet daar? Ja, weet ik niet. Ik ben iemand die gewoon open en eerlijk is. En als mij gevraagd wordt of er nog meer interesse van clubs was, dan geef ik daar open en eerlijk antwoord over. En ik heb ook nog gesprek gehad met de Treffers en Spakenburg en IJsselmeervogels. Maar mijn keuze is gevallen op Spakenburg. En of het dan kwaad bloed zet, dat maakt niet uit. Het is toch zo. En in ieder geval volgend jaar hopen dat je kunt vlammen in die derby daar. Dat hoop ik wel, ja. En dan winnen, dat zou mooi zijn. Maar eerst volgende week van Achilles winnen.